Hallo, ik ben Pink Steenvoorden. Ik ben de licht- en decorontwerper van deze voorstelling. En ik doe ook de technische coördinatie met mijn ploeg en de ploeg van het Zuiderstrandtheater. En nog heel veel vrijwilligers zorgen wij ervoor dat deze voorstelling technisch hier helemaal voor elkaar komt. Wat we vandaag aan het doen zijn is de grote proefbouw voor de kerstvoorstelling. Wat we alvast doen is alle decors opzetten, alle lichten hangen, alles stellen, alles kleuren. En dan doen we eventjes alsof we een voorstelling doen, maar helemaal zonder dansers vandaag nog. Om zeker te weten dat alles wat we bedacht hebben ook weer goed terecht komt. Omdat we wegens tijdgebrek het allemaal in één nacht erin zullen moeten zetten. Het zijn zoveel mensen, zoveel decorbewegingen, zoveel licht en zo weinig tijd om alles voor elkaar te krijgen. Het is een flinke uitdaging, maar we krijgen het altijd voor elkaar. En dit jaar ook weer. David Middendorp heeft de filmpjes gemaakt voor deze voorstelling. En die gaat de voorstelling ook draaien, dus die bedient de video tijdens de voorstelling. Ik ben eigenlijk alleen maar aan het helpen van hem dat het helemaal ingesteld is, dat hij hier alleen maar hoeft aan te schuiven en op het juiste knopje te drukken en dan werkt het allemaal, als het goed is. En zoals je goed op het toneel kan zien zijn er meerdere schermen waar de video geprojecteerd wordt. In sommige delen zijn er 5 projectieschermen, in sommige delen zijn dat 3 vlakken. En ik moet eigenlijk zorgen dat de filmpjes die gemaakt zijn, dat die goed op de schermen terecht gaan komen. Want ik kan je ook laten zien als het er niet goed uitziet. Als je nu kijkt zie je dat het niet beeldvullend is. En dit is dus de stand voor als de buitenste schermen één groot vlak zijn. Ik ben Juri. Ik heb jaren gedanst bij Tom Rienus als een van de juniors. En dit jaar doe ik de techniek mee. Vorig jaar was ik bij Alice in Winter Wonderland was ik het konijn. En dat was best wel een leuke rol. Een heel erg leuke rol. Dit jaar zou ik niet meedansen. En ik dacht dat ik er helemaal niet bij zou zijn. Maar uiteindelijk via ben ik toch gevraagd om ook te helpen met techniek. En ja, ik ga nu dit jaar Volksspot. Bij de Volksspot zorg je altijd voor dat de belangrijkste personen die op dat moment uitgelicht moeten worden, dat die een extra een lampje hebben. En je volgt dus eigenlijk de belangrijkste mensen van het stuk. Dat was weer een heel leuk Notenkrakerjournaal, niet? Vergeet niet naar de andere filmpjes te kijken en... Tot de volgende keer!